Goedemorgen, beste vrienden. Ik zal maar zeggen, welkom in de geünieerde loge van Theosofen in Antwerpen deze keer. Dus de Theosofie van Johannes Reuchlin. Johannes Reuchlin werd geboren in Duitsland, in Pforzheim. En dat ligt in het Zwarte Woud, zoals de meesten wel zullen weten. En dat is gebeurd op 19 januari 1455. Hij is in Stuttgart gestorven op 30 juni 1522. Dus hij heeft geleefd de laatste helft van de 15e eeuw, begin van de 16e. Reuchlin was een Duits geleerde, een humanist, een filosoof. En zoals in die tijd de gewoonte was, namen zij vaak een naam aan die verlatijnst of vergriekst was. En bij hem was dat vergriekst. In Italië noemde men hem Capnion. En Capnion in het Grieks betekent rook, Reuchlin. Vandaar. Denk aan Erasmus. Die heette Geert Geerts en dat werd dan Desiderius Erasmus. Van die Latijnse werkwoord. Verlangen, desiderare en erau. Nu, Reuchlin heeft geleefd in een overgangstijdperk, eigenlijk tussen de middeleeuwen en de moderne tijd. En om enkele dingen te zeggen, dat was een bewogen en een zeer boeiende tijd. Onze eigen tijd is dat natuurlijk ook wel zoals geweest. Om iets te zeggen, rond de tijd dat hij werd geboren, werd de boekdrukkunst uitgevonden om dat woord te gebruiken. Het is de tijd van de Renaissance die in Italië al begonnen was. Men herontdekte de antieke cultuur, meer en beter dan in de middeleeuwen, de tijd ook van het humanisme. Reuchlin was een humanist. In 1492 ontdekt Columbus Amerika. Dat heeft me al kwalijk genomen nu de laatste tijd. Dus Europa begon de wereld te verkennen en het perspectief natuurlijk werd veel ruimer. 1492 is ook het jaar dat de Joden uit Spanje zijn verdreven, tenminste degenen die zich niet wilden bekeren. In 1500 bijvoorbeeld wordt de latere keizer Karel geboren in Gent, hier bij ons. 1517 begint de reformatie, wat ook een zeer grote verandering was, waar Reuchlin niet zodanig veel mee te maken heeft gehad. Hij heeft nog 5 jaar geleefd, maar hij heeft het wel gezien natuurlijk, wat er allemaal gebeurde in Duitsland. En ik heb gelezen dat in Duitsland niet dergelijke dingen schijnen aan te komen binnen de katholieke kerk. Dat heb ik gisteravond nog gezien. Wat weten we nu zoal over Reuchlin? Wel, in het algemeen kan men zeggen dat we over de humanisten vrij veel weten, omdat de humanisten fervente en talentvolle briefschrijvers waren, die soms een deel van hun correspondentie publiceerden tijdens hun leven. En andere brieven zijn daarna door historici en biografen verzameld. Dat is ook zowel gebeurd bij Reuchlin. Maar, zoals vaak, schreven die mensen weinig of nooit over hun privéleven. Reuchlin is 2 keer weduwnaar geworden, denken we. Hij is dus 2 keer getrouwd, waarschijnlijk. Maar we kennen zelfs de naam niet van zijn vrouwen. Hè? Zelfs dat niet. Hij had geen kinderen, dat weten we ook zeker. Voor de rest weten we over zijn privéleven eigenlijk bitter weinig. Hè? Dat interesseerde hen niet zodanig. Feministen kunnen daarover een boom opzetten over de positie van de vrouw natuurlijk in die dagen. Maar tot daaraan toe. We weten dat zijn vader rentmeester was in een Dominicane klooster. En dat is ongeveer dan alles wat we over zijn ouders weten. We zijn beter ingelicht over zijn professionele carrière, over zijn studies en over zijn geschriften. Reuchlin heeft gestudeerd aan de universiteiten van Freiburg,
Parijs en Basel. Parijs was oud, maar Freiburg en Basel waren nog jonge universiteiten in die tijd. En in Basel is hij magister artium geworden. Dat is nu tegenwoordig master. Hè? En dat zou dan de faculteit van de letteren moeten zijn. Dat is al oorspronkelijk toch, hè, was dat zo bij de faculteit van de kunsten, de zeven vrije kunsten, magister artium. Aan de universiteiten in die tijd was de scholastiek nog in, stond die nog in hoog aanzien. Dat is het middeleeuwse systeem om de dingen en ook het katholieke geloof, het christelijk geloof, te verwoorden. En mensen als Thomas van Aquino bijvoorbeeld zijn grote figuren van de scholastiek. Die scholastiek is een prachtig systeem, hoor men. Maar die was met de tijd wel verstart en dat was ook iets wat Reuchlin vond. De cultuur van het humanisme was geleidelijk aan bezig door te dringen aan die universiteiten en Reuchlin zelf heeft daar veel toe bijgedragen. Wat die cultuur van het humanisme juist is, ja, humanisme betekent een meer menselijke cultuur, maar dat wil niet zeggen natuurlijk dat zij in God niet meer geloofden. Er zijn maar weinig atheïstische humanisten, maar zij vonden alleszins de positie van de mens belangrijker aan het worden. En zij inspireerden zich daarvoor op de antieke cultuur, waar de mens een belangrijke positie had in die cultuur. En dat is wat we er kunnen over zeggen. Kende men in de middeleeuwen dan de antieke cultuur niet? Dat kende die natuurlijk wel, maar men kende de antieke cultuur slecht. En zij ontdekken meer en meer antieke auteurs en vooral proberen zij Latijn te schrijven zoals Cicero en zoals de tijdgenoten van Cicero uit wat men noemt de Gouden Eeuw. Dat is een zeer groot verschil. Wij vonden het middeleeuws Latijn barbaars, wat het ook was in vele gevallen. Reuchlin is ook een van de eerste geweest die Grieks kende in Duitsland. En hij was de eerste die Hebreeuws kent, maar daar moeten we nog op terugkomen. Reuchlin bewonderde de antieke cultuur en is heel zijn leven die cultuur blijven bestuderen. Maar hij besefte ook heel goed dat hij daar niet van kon leven. En dus is hij rechten gaan studeren aan twee universiteiten in Frankrijk, in Orléans en Poitiers. Alles was in het Latijn in die tijd, dus dat was geen enkel probleem in die dagen. En zo is hij aan de kost gekomen als advocaat en in dienst van de overheid. En dat betekende toen in dienst van de keizer, in dienst van de Duitse vorsten, van het Heilige Roomse Rijk. Hij had een zeer negatieve kijk op zijn beroep en hij heeft lelijke dingen geschreven over de jura en over de juristen, maar hij heeft ervan geleefd. Hij heeft er zijn kost mee verdiend en dat was toch wel belangrijk, omdat hij op die manier minder afhankelijk werd van zijn beschermers en van zijn mecenassen. Alle kunstenaars en geleerden heel de geschiedenis door zijn eigenlijk zelden of nooit financieel, economisch zelfstandig geweest. Zij waren altijd afhankelijk van iemand. En daar moeten we goed in het oog houden dat zij afhankelijk waren en dat zij vaak dingen zegden en schreven alleen maar omdat het moest van hun beschermers. Hè? Dat geldt eigenlijk voor de huidige wetenschappers ook, want die zijn afhankelijk van de staat natuurlijk, hè? Om hun wetten uit te betalen en die schrijven ook niet wat ze willen. Maar hij zag in dat financiële onafhankelijkheid belangrijk was voor iemand die zijn ideeën wilde verspreiden. Zoals gezegd, Reuchlin heeft veel gepubliceerd in het Latijn, soms ook in het Duits en soms ook in het Grieks, ook nogal wat. Hij was op vele gebieden in Duitsland eigenlijk een voortrekker. We moeten natuurlijk altijd goed in het oog houden dat bij mensen als Reuchlin daar grote lacunes zitten in hun kennis. Dat geldt van alle grote geleerden die
wel zeer bekwaam waren binnen hun eigen vak, maar die vaak over andere dingen bitter weinig wisten. En dingen hebben geschreven waar wij ons vandaag de dag van afvragen, hoe kan het nou toch? En dat is ook zo bij Reuchlin. Hè? En dat komt natuurlijk omdat zij geleidelijk aan die nieuwe cultuur ontdekte en de nieuwe wetenschap. Maar Reuchlin was na Erasmus de beroemdste humanist in het noorden. Hè? Hier in Duitsland en in de Nederlanden. Nu, zijn faam en zijn plaats in de theosofische beweging ontleent Reuchlin vooral aan zijn kennis van het Hebreeuws en van de Hebraïka. Dat zijn dus de Joodse geschriften in het Hebreeuws. Want er zijn vele Joodse geschriften die niet in het Hebreeuws geschreven zijn. Maar hij is dus een voortrekker, de grote voortrekker daarvan in Duitsland. Nu, om nog iets te zeggen over de positie van de Joden in zijn tijd. Reuchlin was een kind van zijn tijd. Als je ziet wat hij soms schrijft over de Joden, voor wie hij een zeer grote bewondering had, dan zou dat vandaag de dag, en het wordt beschouwd worden als antisemitische uitlatingen, hè? In dat opzicht was hij niet anders dan zijn. Hij vond in de grond van de zaak, alhoewel hij de Joden altijd heeft verdedigd, dat ze eigenlijk zich moesten bekeren tot het christendom. Hè? Maar we mogen dat niet vergeten, mocht van Reuchlin geen moderne mens maken. Hè? Dat kan natuurlijk niet. In het Heilige Roomse Rijk Duitsland van die dagen werden de Joden vooral gezien als handelaars die zich bezighielden, vooral met geldhandel, dat wil dus zeggen met woeker. Hè? Dat was synoniem en dat waren ook woekeraars. Hè? Zo is dat. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de middeleeuwse structuur van de maatschappij. En we gaan daar niet verder op ingaan. Maar Reuchlin wist dat ook en vond dat allemaal fout. Maar toch bewonderde hij de Joden om vele andere dingen. In zijn ogen, zat hij ook fout in, maar in zijn ogen waren de Joden de eerste leraren van wetenschappelijke kennis. En dus wat er in het Midden-Oosten, in Babylonië en Assyrië en Egypte gebeurd was, had Reuchlin geen idee van. Hè? Bij hem kwamen de Joden eerst in de geschiedenis. En daarin natuurlijk was hij ook weer even, vertelde hij dezelfde onzin als zijn tijdgenoten meestal. Hè? Maar je ziet dus hoe die kennis geleidelijk aan is geëvolueerd. Voor hem waren ze de uitvinders van het schrift. Men dacht dat het Hebreeuws de eerste taal was. De taal die God gesproken had bij zijn schepping. De taal die hij gebruikt had om aan Mozes de Torah te geven. En dat vond hij zeer belangrijk. En hij vond dat men altijd moest terugkeren naar de Joodse bron. En daarin heeft hij de theosofie eigenlijk beïnvloed. Hè? Ik vind dergelijke ideeën ook nog, niet van de Joden, maar bij mevrouw Blavatsky bijvoorbeeld. Goed. Hij meende ook dat de Joden bijvoorbeeld de uitvinders waren van de geneeskunde. God zou de geneeskunde hebben uitgelegd aan de engelen, die zouden ze geleerd hebben aan de Joden en op hun beurt aan de Joden, aan de Grieken en de Romeinen en zo aan de Duitsers. Dat waren zijn ideeën over die dingen. Nou, dat maakt dat hij een positief idee had over de Joden in die tijd. Komt het nu dat men, terwijl er al Joden in Duitsland woonden van in de late Romeinse periode of de vroege middeleeuwen, dat men zo naast elkaar leefde, dat men elkaar niet kende, dat er niemand was die Hebreeuws kende. De eerste die het kende was Reuchlin in Duitsland. Hoe komt dat? Wel, zag men dan in de kerk niet in dat die Joodse geschriften belangrijk waren? Jawel, dat zag men wel in. Maar in 1312 is er een concilie geweest in Vienne. Vienne ligt onder Lyon, hè? Zuiden van Lyon. En dat had bepaald dat er een leerstoel Hebreeuws moest worden opgericht aan vier universiteiten van toen, Parijs, Oxford,
Salamanca en Bologna. Dat zijn de twee van de alleroudste universiteiten in Europa. Maar die richtlijn werd, zoals vele richtlijnen, nooit opgevolgd. Hij heeft in Parijs gestudeerd, Reuchlin. Hij heeft daar zeker geen Hebreeuws geleerd, dat weten we zeker en vast. Reuchlin was wat dat betreft een volledige autodidact, die uit liefde voor het Hebreeuws en uit liefde voor de Hebraïka, voor de Joodse cultuur, heel zijn leven gestudeerd heeft en Hebreeuws heeft geleerd en bijgeleerd. Maar een Joodse leraar, vind ik, zou zeggen, ja, er wonen toch Joden in Duitsland, daar kon hij toch aan vragen van leer me eens Hebreeuws. Vele Joden kenden geen Hebreeuws. Er waren er maar enkele die eigenlijk Hebreeuws kenden, want de Joden spraken geen Hebreeuws in Duitsland, zoals je weet. Dus een Joodse leraar vinden was niet eenvoudig en bovendien was er een voorschrift in de Talmud dat aan Joden verbood om Hebreeuws te leren aan niet-Joden. Er waren er wij die het wel kenden, maar die het niet wilden doen. Belangrijk is het contact geweest dat hij gehad heeft op een reis naar Italië in 1491 met Marsilio Ficino en met Pico della Mirandola. Dat is eigenlijk wat dat betreft zijn grote leermeester geweest, of zijn groot voorbeeld zou we kunnen zeggen, maar hij heeft geen Hebreeuws geleerd van Pico. Maar in 1492 heeft hij dan zijn eerste Joodse leraar ontmoet, toen hij een opdracht vervulde aan het keizerlijke hof. De keizer van Duitsland was toen Frederik III. En diens lijfarts was een Jood, zoals meestal Joden lijfartsen waren van koningen en keizers en pausen. En die heette Jacob ben Jehiel Loans. Hij komt van Laon, de Franse stad Laon. De veel Joodse namen zijn verbonden met een plaats van herkomst waar hun familie vroeger woonde, van al die hamburger enzovoort enzovoort, dat zijn allemaal Joodse namen. Laon is de Joodse naam, Lyon is de Joodse naam enzovoort. Dus deze man, en die man, daar had hij een zeer goed contact mee en die heeft hem de eerste beginselen van het Hebreeuws onderwezen. En een Duitse historicus die een grote biografie geschreven heeft over Reuchlin, namelijk Ludwig Geiger, noemt dat een gebeurtenis van wereldhistorische betekenis. Nou, misschien is dat wel een beetje overdreven. Ik heb heel dat ding gelezen van Geiger, het Duits van de 19e eeuw. Het is de moeite waard om het te lezen. Maar je komt er veel te weten natuurlijk. Nou, Reuchlin is zijn hele leven lang Hebreeuws blijven studeren. En heeft het ook aan anderen geleerd. Hij heeft een grammatica geschreven, een lexicon, dat heet Rudimenta Hebraica. En dan heeft hij twee belangrijke boeken geschreven die nog altijd worden, of die lang zijn bestudeerd. In 1494 De Verbo Mirifico, over het wonderbaarlijke woord. We zullen zien wat dat is. En 10 jaar later... meer dan 10 jaar later, De Arte Kabbalistica, over de kunst van de Kabbala. Dat heeft hij geschreven in het Hebreeuws. Enfin, daar heeft hij het Hebreeuws uiteengezet. God had Hebreeuws gesproken toen hij de wereld schiep, toen hij de wet aan Mozes gaf. Hebreeuws was de taal van de Joden en vond Reuchlin die taal en die kennis moest de basis zijn van nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. Daar moesten we nieuwe dingen in ontdekken. Dat heeft hij ook gedaan. Zoals anderen die nieuwe dingen ontdekten bij de studie van de antieke cultuur, door het herontdekken van werken van Grieken in het Grieks en in het Latijn. Zo is hij begonnen daarmee voor het Hebreeuws. En dan is hij een absolute voortrekker in heel het Heilige Roomsrijk in Duitsland. En daarom is hij dus ook belangrijk. Wij zouden geen toegang gekregen hebben zonder Reuchlin. Nou, Hebreeuws leren is niet eenvoudig, hè, voor degenen die het ooit al geprobeerd hebben. En zeker niet als je het alleen zou moeten doen. En de mysteriën en de methode die hij daar ontdekte, dat noemde hij Kabbala.
En daar moeten we iets meer over zeggen, omdat anders eigenlijk alles wat Ruigin heeft gedaan onbegrijpelijk wordt. En dat neemt een beetje tijd in beslag. Ik heb het zo kort mogelijk gemaakt, maar er is niks aan te doen. Dus wat is nu die Kabbala? Waar Reuchlin zich geleidelijk aan een voorstelling begon van te maken. Wat is die Kabbala, dat woord dat voortdurend ook in werken van mevrouw Blavatsky wordt gebruikt. Wat is dat in godsnaam voor iets? Want men zegt dat wel en men schrijft wel, maar wat betekent Kabbala? Kabbala op zichzelf, het woord zelf, betekent overlevering of traditie. De Kabbala in de ruime zin betekent alle opeenvolgende esoterische bewegingen binnen het Jodendom. Vanaf de verwoesting van de tempel, vanaf de verwoesting van de tweede tempel. Die tweede tempel, die dan Herodes, die is verwoest in het jaar 70 na Christus, na de grote Joodse opstand. Titus heeft die tempel verwoest. Als je de driehoekboog van Titus bekijkt op het Forum Romanum, dan zie je daar zijn soldaten die in de triomftocht in Rome de zevenarmige kandelaar dragen. Ten teken van de overwinning. Dus dat is Kabbala in de brede betekenis van het woord. De hele Joodse theosofische, eigenlijk esoterische geschiedenis. Theosofische is niet goed, esoterische geschiedenis. Maar in enge zin, en dat is meestal de term waarin het gebruikt wordt, betekent Kabbala de Joodse mystiek van de middeleeuwen, zo ongeveer vanaf het jaar 1300, of misschien wel wat vroeger, al vanaf vroegere tijden is er al sprake van die Joodse mystiek. In de middeleeuwen, hier in Europa, in Spanje, in Italië, in Duitsland. Bij Joodse auteurs. Die de christenen niet kenden, hè, want ze wisten eigenlijk niet wat er gebeurde in de Joodse gemeenschappen. De grote autoriteit vandaag de dag, naast anderen, van die Joodse Kabbala, de grote autoriteit is Gershom Scholem. En al wat ik ga zeggen over de Kabbala ontleed ik aan Gershom Scholem, want waar zou ik het anders moeten gaan zoeken natuurlijk. Hè? Hij is de man die dat zijn hele leven lang heeft bestudeerd. Ik heb het wel over Joodse Kabbala, hè? Want er is natuurlijk ook nog christelijke Kabbala en er is Kabbala van de esoterie en van het occultisme. De Kabbala van mevrouw Blavatsky is niet de Joodse Kabbala. Daar zit natuurlijk ontwikkeling in die dingen. Goed. Scholem zegt, als goede Jood, de Joodse Kabbala is een uniek fenomeen. En dat, men mag die Kabbala zomaar niet identificeren met wat in de godsdienstgeschiedenis mystiek wordt genoemd. Je weet dat godsdienstgeschiedenis een vrij recente discipline is en dat men daar de neiging heeft om te zeggen, ja, dat is allemaal hetzelfde. Hè, wat de Joden ermee bedoelen, wat de Soefis daarmee bedoelen, wat het christendom ermee bedoelt, dat is allemaal een pot nat. Scholem zegt, nee, hè? En dat is ook zo natuurlijk, dat is iets wat in onze cultuur is binnengeslopen om dat zomaar allemaal aan elkaar gelijk te stellen en zeggen, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat is niet zo. En Scholem zegt dat uitdrukkelijk. Het is niet wat men meestal mystiek noemt, maar wat wordt er dikwijls mystiek genoemd? Mystiek wordt dikwijls genoemd het gemeenschap zoeken, één worden met. En dat is niet Joods natuurlijk. De Jood kan niet één worden met God. Hè? De theosoof misschien wel, maar Jood zeker niet. Dit is dat soort van mystiek waar Scholem zich tegen afzet. Hè? Goed, dus we moeten dat goed in het oog houden dat we die dingen uit elkaar houden. Kabbalisten, zegt Scholem, zochten gemeenschap. Maar heel weinig kabbalisten zochten gemeenschap met God. Ze streefden ernaar, en dat is typisch Joods, God te begrijpen. En ze streefden ernaar het leven van God te begrijpen. En vooral waren ze zeer geïnteresseerd in de manier waarop God de schepping tot stand had gebracht en wat er dan verder met die schepping moest gebeuren en was gebeurd.
Dat was wat hun hoofdbestanddeel, het hoofdbestanddeel van hun belangstelling. Dus niet eenwording met een, in een mystieke vervoering of zo. Hè? Dat is, was voor de Joodse kabbalisten oorspronkelijk niet. Niet de kabbal. Zij wilden de diepste geheimen van de goddelijke namen en van de goddelijke schepping begrijpen. En dat waren dingen waarvan ze wisten dat die de menselijke reden overstegen en overstijgen. En zij wilden dat bereiken door contemplatie, door verlichting en door openbaring van Gods immanentie en transcendentie. God is aanwezig in zijn schepping, maar hij staat er ook boven. Vandaar dat men, dat de Jood niet kan begrijpen hoe iemand zich met God één zou kunnen worden. Hè? Dat bestaat niet. Een tweede element in de Kabbala, en dat zegt Scholem ook, hè, is theosofie. Nou, wat bedoelt hij daarmee? Dat, men bedoelt daarmee wat in de geschiedenis theosofie wordt benoemd, genoemd bij Buber bijvoorbeeld en bij al zijn volgelingen. En ook daar, theosofie betekent dat men de mysterieuze verbondenheid in acht neemt tussen God, de natuur en de mens. En dat is eigenlijk de kern van wat theosofie wordt genoemd. Goddelijke kennis die zich openbaart, die uitgedrukt is, die aanwezig is, en andere begrippen in de natuur en in de positie van de mens. Dat. En die relaties daartussen wilden de Joden geleidelijk aan ontdekken. En kom maar daarbij, denk aan de Sefirot-boom natuurlijk. Hè. Dat is een poging om daar iets over te zeggen. Geleidelijk aan zijn er in de loop van de geschiedenis ook elementen, esoterische elementen in de Kabbala aanwezig, binnengeslopen kan men zeggen, en die behoren tot de diepste geheimen, die alleen konden worden uitgedrukt in symbolen en metaforen. Belangrijk is ook dat je weet, een symbool is een symbool, een metafoor is een metafoor, een symbool is niet het ding zelf. Hè? Want een getal is een getal en een getal heeft een bepaalde symbolische betekenis, maar is niet het ding. Hè? Een triade is een symbool, maar de triade zegt niks over wat er nu eigenlijk aan de hand is. En wij hebben nogal eens gemakkelijk de neiging om dat met elkaar een beetje te verwarren. Hè? Mag niet. Sommige kabbalisten ontkenden eigenlijk de historische ontwikkeling. Scholem zegt, de Kabbala kent een historische ontwikkeling. En die, sommige kabbalisten, en dat is later ook door de christelijke kabbalisten overgenomen, meenden dat de Kabbala de oorspronkelijke openbaring was van God zelf. Scholem zegt, dat is een beetje te ver gegrepen. Die primordiale openbaring van God aan Adam, dingen die God aan Adam heeft toevertrouwd en aan Mozes en die nergens in de Bijbel staan, maar het Jodendom heeft dus een mondelinge traditie naast de Bijbel, hè? Dat is niet, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Er zijn wel verschillende pogingen geweest en openbaringen geweest om die dingen die God heeft verteld aan sommige mensen, om die terug opnieuw te openbaren. Dat zijn, voor degene die de Bijbel een beetje kennen, telkens dat verbond dat door God wordt gesloten, het verbond met Noach, het verbond met Abraham, met Isaac, met Jacob en dergelijke dingen meer. Hè? Uiteindelijk altijd datzelfde verbond. En dan komt het nieuwe verbond natuurlijk. Hè? Die dingen. De Kabbala, zegt Scholem, zijn ook elementen van de gnosis uiteindelijk opgenomen, vooral de gnostiek. Dat is vooral kosmologie. Angelologie, hoe zit dat met die engelen eigenlijk? Hè? Hoeveel engelenhiërarchieën zijn er en wat doen die ze allemaal? En waarvoor worden die gebruikt? En ook magie. In de echte betekenis van magie, dat wil dus zeggen de band tussen het hogere en het lagere. Nu,
Vanaf het begin van de 14e eeuw ontstond er een onderscheid tussen de speculatieve Kabbala en de praktische mystiek. En die praktische Kabbala die streefde vooral ernaar om aan de bovenzinnelijke wereld krachten te ontlenen die men zou kunnen gebruiken of die effect zouden kunnen hebben in deze fysieke wereld. En die psychologische en wonderbaarlijke uitwerkingen hier op aarde zouden kunnen hebben. En dat noemt men in de oudheid theologie. Hè? Het naar beneden halen van goddelijke kracht die hier een uitwerking hebben, waardoor wonderen kunnen gebeuren. Want de kabbalisten geloven ook in wonderen. Hè? Dat is dan, we gaan geen lezing houden over wonderen. En goed, een zeer oud boek in de ontwikkeling van de Kabbala en de oudste is de Sefer Yetzirah. En dat is het boek van de schepping. Zoals gezegd, dat interesseerde de Kabbalisten. Nou is vooral, ja, God heeft de schepping gemaakt, dat staat in de Torah, dat staat in het boek Genesis. Maar hoe heeft hij dat eigenlijk allemaal gedaan? Hè? En wat is er nou eigenlijk allemaal juist gebeurd? Daar wilden ze meer over te weten komen. De Sefer Yetzirah is waarschijnlijk geschreven door een vrome Jood in Palestina, ergens tussen de 3e en de 6e eeuw na Christus. Je weet dat de Joden in de eerste val en ook in de 2e eeuw uit Palestina zijn weggemoeten of weggegaan en zich verspreid hebben in de diaspora. Maar de Kabbala dankt haar belangrijke plaats in het Jodendom vooral aan een ander boek, namelijk de Zohar. Dat is het bekendste boek van de Kabbala. De Zohar is rond 1300, dus begin 14e eeuw, geschreven. En dat betekent het boek van de schittering. En het is de meest volledige samenvatting van de Joodse mystiek. En de samensteller van de Zohar is een Spaanse Jood, Moses de Leon uit Granada. En hij zelf zegt dat hij wat hij schrijft eigenlijk maar een herhaling is van wat een Jood veel vroeger heeft geschreven. Namelijk een Talmudgeleerde Simon ben Yochai. Die heeft geleefd in de 2e eeuw, na Christus, 2e eeuw, in Palestina. In 135 is er de laatste grote Joodse opstand geweest in Palestina, tussen 132 en 135, de opstand van Bar Kokhba. En keizer Adrianus heeft daar veel moeite mee gehad om die te onderdrukken. Maar toen was er ook mee gedaan. En er wordt verteld dat Simon Bar Yochai daarna zich verborgen heeft in een grot in de woestijn en gedurende 12 jaar openbaringen heeft ontvangen van engelen, waardoor hij werd ingewijd in de goddelijke geheimen. En dat is de basis van de Zohar, zegt Mozes de Leon, hè? Zoveel eeuwen later. Dus dagelijks werd Simon Bar Yochai ingewijd in de verborgenheden van de Joodse kennis door de profeet Elia. In de geheimen van de Torah. De Zohar is dus het werk van God zelf. Want de profeet spreekt in naam van God. Nu, zoals je weet, kabbalistische denkbeelden vertrekken van Ein Sof. God als Ein Sof. Het eindeloze, absoluut oneindige. Het meest verborgene van het verborgene. Maar ook het al genoemd. Zeg, het is het oneindige, maar het is al. Want alle dingen zijn in hem en hij is in alle dingen. Maar bovendien is, en dat zegt mevrouw Blavatsky ook, Ein betekent eigenlijk niet existent, niet bestaand. Als hij al is en hij bestaat niet. Nou, daarmee bedoelt men dat het onbegrijpelijk is voor ons menselijk verstand. En wat wij niet kunnen begrijpen, is er eigenlijk niet. Hè? Zouden we er niet zo, als we niks kunnen over zeggen, is het er niet. En vandaar dus Ein Sof. Maar om zijn existentie kenbaar te maken
en ook iets meer te zeggen, iets zichzelf bevattelijk voor te stellen, heeft God vanuit zijn oneindige licht 10 stromen uitgestuurd. En die dienen als media en als manifestaties van de oneindigheid in het eindige. En dat is dus de Sefirotboom. En die neemt in de Kabbala en in de Joodse Zohar enzovoort een belangrijke plaats in. De boom van de Sefirot. 10 stromen van licht. Dat zijn eigenschappen en werkingen van Ein Sof. Nou, er zijn al ganse bibliotheken geschreven over die Sefirotboom. Ik kan dat moeilijk op 5 minuten uitleggen. Maar je weet, je hebt dat al gezien, de Sefirot zijn in 3 groepen verdeeld. Hè? Die 3 triades eigenlijk. En de eerste triade is een openbaring, eigenlijk een openbaring van de goddelijke geest, Keter. En die, dan krijg je een primitieve voorstelling, een primitief stadium van het goddelijk scheppingsproces. En theosofie wordt er al scherp onderscheid gemaakt tussen emanatie en schepping. In de Kabbala is dat niet. Hè? De Kabbala volgt het een op het andere. Men mag dat niet zo van elkaar. Bij theosofie, de moderne theosofie, is het een kwestie of dat er iemand een persoonlijke God schept of dat het absolute emaneert. De Kabbala wordt dat niet tegenover elkaar gesteld, dat is één geheel. En dat is het grote verschil. Joodse Kabbala, hè? Niet in de latere Kabbala natuurlijk. Goed. Dus Keter leidt naar 2 parallele Sefirot, Chokma en Bina. En daarmee doet het dualistisch principe in de schepping of in de emanatie zijn of haar intrede. En heel het heelal wordt vanaf dat ogenblik gekenmerkt door de dualiteit tussen Chokma en Bina. En dat wordt in de Kabbala aangeduid met namen als mannelijk en vrouwelijk. Natuurlijk heeft dat niks te maken met mannelijk en vrouwelijk zoals wij dat kennen. Dat is een manier van spreken natuurlijk. Hoe moet men het anders gaan zeggen? Het mannelijke, het enige. Chokma is het actieve deel. Hè? Dat het goddelijke plan bevindt. En Bina is het receptieve dat plan uitvoert. En uiteindelijk leidt dat tot individuatie, differentiatie, schepping geleidelijk aan. Hè? Totstandkoming, vorm en dergelijke dingen meer. Het vrouwelijke is belangrijker altijd dan het mannelijke, zoals je weet, omdat dat zowel receptief als actief is. Want Chokma en Bina en Keter en Ein Sof kunnen niks zonder dat vrouwelijke creatieve principe natuurlijk. Hè? Dat is evident. En dan krijg je een tweede triade, dat is de morele kracht in de natuur, die wordt geopenbaard. En een derde triade over het stoffelijk heelal. En als je die Sefirot boven ziet, dan weet je dat er allemaal verbindingslijnen staan tussen die verschillende dingen. Je kan daar dagen, nachten, weken en maanden en jaren op studeren om het allemaal een beetje te begrijpen. Hè? Dat is juist het interessante van die Sefirot boven. Goed, en de 10e Sefira is Malkut, dus het koningschap. Het is de wijsheid van God in het heelal. Want Malkut wordt ook Shekinah bedoeld. En dat betekent de wijze waarop God zich in het bijzonder openbaart in het leven van groepen, van personen en heilige plaatsen. De Joden hebben ook heilige plaatsen, de moslims hebben heilige plaatsen en de christenen hebben dat ook, zoals je weet. En dat is Shekinah. Maar dat heeft iets te maken, God doet dat niet zelf natuurlijk, dan komt heel die angelologie voor de dag. Die engels zijn boodschappers natuurlijk en degenen die iets doen in naam van. En dat is een studie die nog veel ingewikkelder is natuurlijk. Hè? Nu, dat is de Joodse Kabbala. Dan de christelijke Kabbala. Aan het eind van de 15e eeuw ontstond in kringen van mystici en theosofen een groeiende belangstelling voor die kabbalistische leringen. Wat men wilde doen eigenlijk was die kabbalistische leringen die men geleidelijk aan te weten kwam, want dat was een werkelijke ontdekking door Pico en door Reuchlin,
Wat men wilde doen was die harmoniseren met het christendom. Dat wilde zij. Men wilde zelfs aantonen dat ze in de richting van het christendom wezen en dat ze het theologische fundament vormden van de christelijke geloofswaarheden, de openbaringen en dogma's. En dat, zegt Scholem, is wel een stapje te ver. Maar dat doen ze helemaal niet. Maar dat maakte Reuchlin ervan en Pico natuurlijk. Hè? Omdat zij christenen waren natuurlijk. Dat was wat zij daar vooral in zagen. Scholem zegt, er zijn eigenlijk twee bronnen van. De christelijke Kabbala, de Kabbala die daarna, hè, die uit de Joodse Kabbala voortkomt. Dat zijn bepaalde christologische speculaties van een aantal Joodse bekeerlingen, want er waren ook. Er zijn altijd Joden geweest die zich in de loop van de geschiedenis, niet altijd onder dwang, maar ook om andere motieven, hebben bekeerd tot het christendom. Hè? Die daar meestal zeer anti-Joods werden achteraf. En ten tweede zegt hij, de christelijke Kabbala is vooral het werk van de Platonische Academie in Firenze, Ficino en Pico della Mirandola en in Duitsland de grote voortrekker ervan, Reuchlin. Zegt Scholem zelf. Goed. Men meende dan wel dat men dus in de Kabbala de oorspronkelijke openbaring van God aan de mensheid had te vinden was. Meer dan wat in de Bijbel staat. De Bijbel stond maar een deel. En zoals, je kunt het een beetje vergelijken met Luther zal in de 16e eeuw zeggen, sola scriptura, alleen de Bijbel. En de rest, daar hebben we geen zaken mee. En dat is een uitvinding van de paus en van de mensen die er niks van wisten. De christelijke traditie, de katholieke traditie. Maar bij Joden is datzelfde hoor. Bij Joden is er een mondelinge traditie die soms neergeschreven is naast de Bijbel. Natuurlijk, de Bijbel is belangrijk, maar er zijn er twee. Wel, dus de Kabbala was de oorspronkelijke mondelinge traditie zoals door God aan Abraham, aan Mozes enzovoort mondeling overgeleverd. Die soms wel op de achtergrond geraakte, maar die geleidelijk aan, die geregeld weer opnieuw werd ontdekt. En zij meenden dat zij juist in het stadium waren van die wederontdekking van die Kabbala. Die Kabbala was volgens hen de enige methode en de enige goede methode om uiteindelijk Pythagoras te begrijpen, of uiteindelijk Orpheus te begrijpen, of om Plato te begrijpen. En dat is typisch voor de Academie van Firenze, dat zij die dingen bij elkaar brachten. Hè? En dat zij Mozes en Zoroaster en dergelijke mensen gingen bestuderen en daar gelijkenissen in begonnen te zien. Alhoewel hun kennis van de geschiedenis nergens op leek. Hè? Want zij kenden van Assyrië, Babylonië, China, om iets te zeggen, of Egypte, laten we zeggen, zeer weinig. Hè? En dat zijn dus vooral, is dus vooral het werk geweest van Pico en van Reuchlin. Reuchlin bijvoorbeeld, om een paar dingen te zeggen die specifiek voor hem zijn, want je begrijpt, dat is wel vrij moeilijk om alles te gaan zeggen wat Reuchlin over de Kabbala heeft geschreven. Hij meende bijvoorbeeld dat Gods oneindigheid aan je zocht dus, hè, en de eindigheid van de mens, daarmee bedoelde hij enerzijds de liefde van God en anderzijds de hoop van de mens, hè, die twee dingen, dat die alleen met elkaar verbonden konden worden door een wonderbaarlijk woord. En dat is dus de naam van zijn eerste groot werk, De Verbo Mirifico, het wonderbaarlijke woord. En wat was dat wonderbaarlijke woord dan? Dat was de Logos, hè? De vlees geworden zoon van God, wat die mens geworden is. Vergeet niet dat in de loges, in sommige vrijmetselaarsloges ook, het evangelie van Johannes ligt, hè? Met het begin van het evangelie. Dat heeft bepaalde betekenissen. Dus de incarnatie van Gods zoon. En
ook typisch voor Reuchlin en voor anderen die na hem zullen komen, waren allerlei kabbalistische speculaties over de goddelijke namen. Maar ik zal één voorbeeld geven. Dus Reuchlin werd zeer sterk aangesproken, ook door het kabbalistische systeem, om teksten te verklaren, hermeneutiek en exegese. En Hebreeuwse woorden, vooral dus de Torah, die vijf boeken, de Pentateuch, dat was een onuitputtelijke bron van goddelijke wijsheid. En daaruit zijn allerlei geheimen en moeilijke disciplines ontstaan als gematria, notaricon en temura, als toegangswegen naar de hemelse regionen. Dat is het omzetten van letters in getallen en dan allerlei combinaties maken met die getallen. Mevrouw Blavatsky doet dat ook. Hè? Dat doet ze zeer graag trouwens. Getallen leren, numerologie heeft soms een slechte naam, maar fijn, dit is wat er gebeurt. Je kunt daar natuurlijk alle kanten mee uit, want als je blijft tellen, vind je altijd wel iets. Je komt bij 6 aan, maar theosofen moeten dan 7 hebben. En ze zeggen, ja, maar dat is het geheel is dan 7 bijvoorbeeld. En dat zijn al van die trucjes waar sommige mensen wel twijfels over hebben natuurlijk. Hè? Je kunt sommige dingen tellen en andere dingen niet tellen natuurlijk. Hè? Nou goed, het veranderen van letters. Hè? Het veranderen van letters in die woorden of woorden die in de buurt staan en daar allerlei geheimzinnige aanwijzingen in vinden voor een diepere kennis die daaruit te puren valt. Dat was iets wat de christelijke kabbalisten vooral aan de kabbala hebben ontleend. Nou, over die goddelijke namen. Op grond van de studie van die goddelijke namen, om één voorbeeld te geven, verdeelde Reuchlin de geschiedenis in 3 tijdperken. In de eerste periode, zegt hij, openbaarde God zich aan de patriarchen met de 3 letternaam Shaddai. De God van de Heerschaar is dat. Aan Mozes in de Torah openbaarde hij zich in een 4-letterwoord. Namelijk het tetragrammaton. Ook mevrouw Blavatsky gebruikt dat. Hè? Goed. En in de tijd van de genade en de verlossing, dat is Christus, de komst van Christus, het Nieuwe Testament, openbaart hij zich in een woord van 5 letters, het tetragrammaton, met een Shin daarbij. En in de betekenis van de logos, en daar begint het mee natuurlijk. En zie je hoe men dat doet. Men heeft de logos nodig en zegt dat de letter Shin. Dat heeft iets te maken en dan krijg je Yehoshua, of Jezus zoals wij zeggen. En dat is het wonderbaarlijke woord waarover hij het heeft. En van daaraf, dat wonderbaarlijke woord, dat brengt eigenlijk een geheim tot uiting van hoe heette God dan? Wel, God, van wie het vroeger verboden was de naam te noemen, openbaart zich weer in een uitspreekbare naam, namelijk Yehoshua. Zie, zo gaat Reuchlin te werk en dat na hem gebeurt dat ook en Pico doet dat ook en anderen na hem zullen dat ook doen. Christelijke kabbalisten, ik heb het niet gezegd, occultisten. Hè? In het laatste deel van zijn leven heeft Reuchlin grote problemen gehad, en ik zal er kort over zijn, want dat is niet het belangrijkste. Hij is verwikkeld geraakt in wat men noemt de boekenstrijd in het Heilige Roomse Rijk, dus de Duitse landen. Die boekenstrijd dat ging over het feit of men de Joodse boeken moest confisceren en verbranden, ja of nee. En de man die dat ding in werk heeft gezet, was een bekeerde Jood. Het is altijd hetzelfde. Johannes Pfefferkorn, die als niet-bekeerde christen meende dat het hoog tijd was dat alle Joden zich gingen bekeren. Want het einde der tijden was nabij. Dus veel tijd hadden ze niet meer. En om daar een beetje vaart achter te zetten, meende hij dat men hun boeken moest verbranden. Want dat die Talmudboeken en andere boeken vond hij daaruit
daarin vonden ze steun. En bovendien, zei de Pfefferkorn, en hij kon het weten natuurlijk, staan daar dingen in die zeer beledigend zijn voor de christenen. En voor de Onze Lieve Vrouw, voor de Maagd Maria en voor Christus zelf. Enzovoort. En dat moest, die Joodse boeken moesten worden geconfiskeerd en verbrand. Dat heeft geleid tot verschrikkelijke toestanden, tot processen, onderzoeken, commissies, rechtbanken, vonnissen, waarbij keizer en pauze uiteindelijk betrokken zijn geraakt. En de keizer had in Duitsland aan Reuchlin gevraagd, geef eens uw mening over die dingen, want tenslotte zijt gij een van de weinige mensen in Duitsland die Hebreeuws kennen. En Reuchlin heeft gezegd, je mocht die boeken niet confisceren, hij heeft de Joden eigenlijk verdedigd. Hoewel hij er negatief tegenover stond soms. Hè? Maar hij vond dat behalve enkele boeken waar dingen in stonden die men beter weg kon laten, dat men geen Joodse boeken mocht confisceren en dat christenen die met vrucht konden gebruiken. Eigenlijk en feitelijk verdedigde hij, en daar is hij altijd voor geëerd, de vrijheid van denken. Hè? In die tijd in Duitsland. Men kan niet zomaar boeken verbranden. Dat was eigenlijk zijn standpunt. Dat de vrijheid van spreken, de vrijheid van zich uit te drukken. Natuurlijk moest men zorgen dat de Joden zich bekeerden, maar dan met overreding, niet met dwang. En daarvoor is hij ook altijd geëerd geweest in de geschiedenis. Omdat hij religieuze vrijheid heeft verkozen en overreding boven dwang. Tegenstanders van Reuchlin waren vooral Dominicanen, professoren aan de universiteiten, vooral van Keulen. En de man die daar de boventoon voerde, was iemand uit onze streken, Jacob Hoogstraten. Dus als je nog eens door Hoogstraten komt, daar kwam hij vandaan. De grote inquisiteur van Duitsland. Ja, hij heeft ook een bijdrage geleverd, hè, aan de goede gang van zaken. En de geschiedenis, dus als je die dingen dan leest, al die brieven, die polemieken, dan zie je dat men elkaar te lijf ging en dat men allerlei lelijke dingen vertelde over elkaar, dat men dat ontaarde uiteindelijk in allerlei scheldpartijen enzovoort. En Reuchlin deed daaraan mee. Hè? Dus niet dat we zeggen, maar Reuchlin durfde dat niet zeggen. Nee. Maar hij wordt toch geëerd als de man die de gewetensvrijheid heeft verdedigd. En daardoor alleen al verdient hij misschien een plaats in de theosofische traditie. Nou, Armand Courtois is zowat de peetvader van deze loge. Die wilde Reuchlin opnemen in die gele reeks, maar het is er nooit van gekomen. En hij heeft ooit eens op een zwak moment waarschijnlijk die hele documentatie aan mij gegeven. Met de opdracht van als je tijd hebt, moet je er maar eens naar kijken en daar kan, er zitten nog een heleboel dingen in die kunnen gepubliceerd worden in de gele reeks. Het is dus eigenlijk in een geest van piëteit dat ik deze lezing hou. Armand Courtois was een groot theosoof en daarbij nog een hele grote meneer. Dat niet altijd samengaat natuurlijk, hè? Sorry dat ik het zeg. Nu. Reuchlin was een groot geleerde met menselijke gebreken, en met een groot verheven moreel besef. De ontdekking van de kosmologie van de Kabbala leidde bij hem tot een diep besef van de eenheid van al het bestaande, de goddelijke wereld, de natuur en de mens één. Dat was bij hem zo. Hij bleef natuurlijk een christen, hij is ook niet overgestapt naar Luther of zo. Alhoewel hij grote bezwaar had tegen bepaalde toestaan in de kerk. En door die theosofische visie besefte hij eigenlijk de messiaanse aard van de Joodse mystiek. De hele kosmos, en dat zal later nog komen, die bevond zich eigenlijk in weeën van een algemene strijd om de verlossing van het kwade, het duistere. Kwade en het duistere was hoe dan ook in de wereld binnengedrongen. En de vraag was wat men daar moest aan doen. En elke mens vond, Reuchlin, bezit de mogelijkheden en de opdracht
om de verbroken harmonie te herstellen in zijn persoonlijk leven. He, dat hem daar, men moet beginnen met zijn persoonlijk leven. Vriendschap onderhouden met alle mensen van de wereld is tamelijk gemakkelijk natuurlijk, maar in uw persoonlijk leven is het al veel moeilijker antwoorden natuurlijk. He. Theosofie betekende voor Reuchlin dus concreet veranderen. De mens moest veranderen om mee te werken aan het goddelijk plan dat eigenlijk een goede schepping wilde. Er was iets fout gelopen. Het kwaad. Theosofie betekende voor Reuchlin dus niet alleen geestelijk inzicht. We zeggen, ha, wat is dat toch mooi om theosofie te lezen. Theosofie betekende ook streven naar een verheven bewustzijn en een hoogstaande levenswijze. Nou, als we dat zouden kunnen realiseren, zouden we al een grote stap verder zijn natuurlijk. Hè. Maar dat wil niet zeggen dat we het geestelijk inzicht moeten verwaarlozen. Nu zouden we natuurlijk nog een hele lezing moeten houden over de verdere ontwikkeling van de christelijke Kabbala, hè, tot en met in de werken van mevrouw Blavatsky en tot vandaag de dag. De occulte fase begint met Eliphas Levi, die ook wel invloed heeft gehad op mevrouw Blavatsky. Dan begint de Kabbala een heel andere rol te krijgen. Hij heeft een systeem ontworpen van 32 paden, de 22 letters en de 10 sefirot. En daarin moest de totaliteit van de menselijke kennis worden opgenomen. En dat is wat de Kabbala geleidelijk aan in het occultisme zal worden. Ik ben nog eens gaan kijken naar wat Gershom Scholem schrijft over de christelijke Kabbala. Hij is zeer beleefd, maar hij heeft daar zo zijn bedenkingen bij. En vooral bij de laatste ontwikkelingen van in de 20e eeuw van die zogezegde Kabbala. Maar hij vindt dat daar uiteindelijk van de Joodse Kabbala weinig of niks overblijft. En vooral wat men in de New Age daarmee gedaan heeft. Waarbij de Kabbala dan dient om remedies te zoeken voor mensen die zich goed willen voelen. Hè? En dat is niet, waarschijnlijk niet de bedoeling geweest van diegenen die de Kabbala hebben geschreven, dat zou worden gerealiseerd. Voilà, nu ben ik nog netjes op tijd klaar. Maar je ziet, er zijn veel dingen waar ik vrij snel overheen ben gegaan en die eigenlijk en feitelijk natuurlijk wel meer zouden kunnen worden uitgediept. Maar Armand vond dat Reuchlin erbij hoorde en om dat een klein beetje uit te leggen heb ik dus wel dat uurtje gebruikt. Voilà. Ik dank u zeer voor uw aandacht, waar je ook bent. En ik zie bepaalde mensen die ik al lang niet meer gezien heb en die ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een goede dag te zeggen, die ik daar op het scherm kan zien. Goed, ik denk dat de zaak afgesloten zal worden, dat we niet langer mogen, niet langer dan een uur Steven zit. Ik zie Steven daar zitten en die houdt mijn toog. En die zit aan een scherm, dus die kan alles zien. Gaat het stoppen, Steven? Zolang het blijft opnemen, kunnen er vragen gesteld worden. Ik stel voor aan de 10 minuten. Ik heb wel gezien dat iemand later is toegekomen. Waarschijnlijk is dat iemand die vergeten is dat er het zomeruur in ging. En dat we dus een uur vroeger zijn begonnen. Ja. Ja. Is er een vraag geweest? Nee, er is geen vraag, maar ik zag dat iemand nu pas connecteerde, terwijl het nu in de winteruur was het nu nog maar 11 uur. Hè? Het is nu al 12 uur. Maar dus ik stel voor dat als er toch vragen zijn, dat jullie vragen stellen. Ja, en dat je misschien 10 minuutjes of zo, of 15. Maar is goed, als ik zal... Ja. Ik zal doen wat ik kan, hè. Meer gaat natuurlijk niet. Maar dan moet jij zelf kijken of er vragen komen. Ja. Ik wacht. Dus is er iemand die een vraag heeft?
Dan zal ik eventjes zeggen dat er een vraag is. En als er geen vragen zijn. Ja. Ik wilde wel wat vragen. Ja. Ik krijg met waardering voor uitgeplozen aan ons hebt overgedragen. Waar ik nou inderdaad van heb begrepen dat antisemitisme al heel oud is. En dat men daar in het verleden ook al acties voor heeft ondernomen. En dan kom ik automatisch op het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dat het niet zomaar iets is wat in die jaren is ontstaan, maar dat dat hele erfgoed waarschijnlijk toch op de een of andere manier is overgeleverd. Hoe kijk jij ernaar? Oh. Als historicus, ik zie dat als een historisch fenomeen en ik heb daar ook nogal redelijk wat over gelezen. Je hebt eigenlijk twee grote periodes. Hè. In de 19e eeuw verandert er veel omdat het antisemitisme racistisch wordt. Daarvoor was het eigenlijk dat niet, hè. Was het geloof. Dat is een heel, 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 heel lang verhaal. Wat hadden christenen tegen joden? Het ligt voor de hand natuurlijk dat ze de Christus niet wilden herkennen als de Messias. En bovendien hadden ze geroepen tegen Pilatus dat ze moesten kruisigen. Hè? En natuurlijk is dat, als men dat letterlijk gaat interpreteren, dan heb je natuurlijk al voldoende materiaal om antisemiet te zijn. Als je dat leest, wat hoe de Joden daar zelf tegen aankeken, zij zeggen, ja, wat misdoen we dan eigenlijk de mensen? Wij willen gewoon ons geloof blijven beleiden, dat wij Christus niet herkennen als de Messias. Nou ja, dat is ons volste recht. Maar in die dagen was dat totaal ondenkbaar. He, de vrijheid van geloof bestond er niet. En nergens. En hoe kijken we ernaar vandaag de dag natuurlijk, als we dat nu bekijken vandaag de dag, dan kunnen we daar weinig goed over vertellen natuurlijk. Het is natuurlijk, de Joden zeggen dikwijls, maar dat is het lot van alle minderheden. Die worden altijd verdrukt, de meerderheid begint zich allerlei ideeën te vormen. En dat is natuurlijk ook waar. Waren dat allemaal slechteriken, die christenen, die antisemitische dingen zeiden? Nee, 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 maar dat was de cultuur van de tijd. Hè. Zo goed als alle mannelijke geleerden en beroemdheden in de loop van de geschiedenis hebben lelijke dingen geschreven over vrouwen. Waren dat allemaal uitgesproken? Hadden die iets tegen vrouwen? Nee, maar dat was de cultuur. En bij Jodendom was dat eigenlijk ook zo. Natuurlijk, geweld gebruiken en dergelijke dingen is verboden. Dat is een lang, lang verhaal. Hè? En in de 19e eeuw is daar. Het is ook zo natuurlijk dat de christenen. Als de christenen zeggen de Joden zijn geldhandelaars, dus woekeraars, dan is dat juist. Maar ze hebben hen in die rol geduwd, want. Om in de middeleeuwen een lid te worden van om een ander beroep uit te oefenen, moesten ze lid worden van een gilde. Die gilden waren christelijke gilden. Een Jood kon daar geen lid van worden. Dus wat bleef er hen dan over? Grafdelver te worden, marskramer te worden, geldhandelaar te worden. En natuurlijk waren er rijke Joden. Bovendien hebben Joden altijd veel aandacht besteed aan opvoeding en geleerdheid. En als de Joden dan later vrij konden zijn, dan zie je dat de heel veel Nobelprijswinnaars zijn Joden. En dat is een schuld natuurlijk niet. Hè? Maar zo krijg je natuurlijk, hè, door het feit dat men Joden in bepaalde richtingen duwt, krijgt men dan voedingsbodem voor antisemitisme en zo zouden we nog lang verder kunnen gaan. Ja. Ja.
Maar ze werden als bedreigend ervaren. Dus het heeft wel tot een extreme oplossing gevoerd. Hè? Ja. Dat had ik nog niet eerder in de geschiedenis, wat je ook hebt verteld, dacht ik, gehoord. Dat ze ook geëlimineerd werden, bedoel ik. Ja, maar in het Duitsland van, in het Heilige Roomse Rijk, het Duitsland van Johannes Reuchlin, in zijn tijd waren er geen Jodenvervolgingen, hè? Want men heeft de Joden met geen vinger aangeraakt. En uiteindelijk heeft de keizer verboden van die boeken in beslag te nemen. Uiteindelijk zijn zij meestal door bischoppen en dergelijke dingen verdedigd. En door Reuchlin. Er waren er natuurlijk wel. Pfefferkorn, zelf een bekeerde Jood, wilde de Joodse boeken verbranden en wilde niks aan de Joden doen. Daarbij, de Joden konden alle moeilijkheden in hun leven vermijden door gewoon zich te laten dopen. Nou, wat moet een moeilijk doen? Zo is men blijven redeneren. En zo zijn er van die dingen die natuurlijk ons vreemd voorkomen. Dat zelfs in de Tweede Wereldoorlog mijn Joden wilde helpen, maar ze moesten dan wel eerst christenen worden natuurlijk. Ik zie dat er nog iemand anders een vraag heeft. Tom Prinsen. Nou, ik wil graag wat klein beetje meer weten van rond de reformatie 1517. En dan wil ik vragen of je ook weet of iets kan zeggen over tot zeg maar de 18e eeuw. Werd alles wat vernieuwend was in de ban gedaan. Dat is de Rozenkruisers, vrijmetselaren en ga zo maar door. Het woord theosofie mocht niet genoemd worden. Kunt u daar iets over zeggen? Want ik heb dat in oude boeken gelezen van Delver. Dus. Ik zou zeggen, om die vraag te beantwoorden, dat we dus, dat je beter dan die verschillende strekkingen en stromingen, die volgens u in de ban werden gedaan, dat je die apart neemt. Hè? Ja, oké. Dat je zegt, hoe stond de kerk tegenover bijvoorbeeld de vrijmetselarij van bij het ontstaan, hè? Officieel 1717, en hoe heeft de kerk zich daar tegenover gedragen? Theoretisch, welke dingen hebben ze erover gezegd? Hebben ze deze mensen ooit hebben ze geweld gebruikt tegenover de vrijmetselaars? En dan weer hetzelfde voor de Rozenkruisers en zo. Want als je dat allemaal samenneemt natuurlijk, dan is dat alsof Rozenkruisers en vrijmetselaars en al die mensen en theosofen dezelfde soort van mensen zijn. Nou, ik heb een tijd lang me bezig gehouden met christelijke theosofen in Engeland. Mijn geheugen is slecht van namen, maar als ze moeilijkheden hebben gehad, was het met de Anglicaanse kerk, niet met de katholieke kerk, want die waren al even onverdraagzaam, of met de Calvinisten. Hè? Maar Calvinisten zijn ook geen bepaald voorbeelden van verdraagzame mensen. Hè? Ja, ik bedoel ook een beetje te zeggen, en kort zal ik het proberen voor mezelf begrijpelijk uit te leggen. Dus ik heb het niet over de theosofen van toen, maar de theosofie. De naam theosofie werd al voor, dus in die reformatie, vaak genoemd. En ook bij de vrijmetselaars, die ook natuurlijk in de ban werden gedaan. En eigenlijk een beetje na 1756 een beetje de vrijheid weer terugkregen. Want Bavaske was er toen nog niet in die periode. Ja? Dus er is wel heel wild aan toegegaan, heb ik dus gelezen in oude boeken van die tijd. Ja, maar ten eerste zijn er ook boeken geschreven waarin wordt beweerd dat er katholieke vrijmetselaars zijn geweest. Hè? En dat meer bepaald, ja. En dan meer bepaald de jezuïten natuurlijk, want die hebben het ook altijd gedaan. En dergelijke mensen. En uiteindelijk hebben sommige pausen de katholieken verboden om lid te worden van bepaalde loges. In de tijd dat de loges nog niet atheïstisch waren. Hè? En men kan zich afvragen van hadden ze daar het recht toe?
Pauske mag schrijven wat hij wil natuurlijk uiteraard. Hij mag aan katholieken zeggen, ik vind het niet goed dat jullie lid worden van een vrijmetselaarsloge. Waren die vrijmetselaarsloges, stonden die positief tegenover de katholieke kerk? Soms, maar meestal niet. Ja. He, zij hadden eigenlijk bepaalde idealen. En zeker later, de Franse loges, die liefst van al de kerk zo goed, zo snel mogelijk zouden zien verdwijnen van de aardbodem. Daar moeten we natuurlijk ook altijd in acht nemen. Dus een massale achtervolging en vervolging en moeilijk maken, dat zou ik zo niet durven zeggen. En ik denk dat je dat dan weer moet apart gaan houden, moet apart bekijken van land tot land. Hè. Ik denk dat in Engeland de vrijmetselarij altijd veel vrijer is geweest dan bijvoorbeeld in Frankrijk of in Duitsland of bij ons. Ik vind het een moeilijke vraag, maar het is een zeer omvangrijk onderwerp. Als u mij toestaat van dat te zeggen. Ja. Dank u wel. Er is nog plaats voor één vraag. En ik zie dat er... ga je uw naam, hè? Gerard er nog geen heeft. Dat is Ik heb eigenlijk geen vraag, maar ik wil gewoon even iets zeggen. Ik ben lid van een oude loge die is gesticht in 1734 in Nederland, nummer 1. Hoe heet het? In 1735 werden dus de geloofsbrieven die we uit Engeland hadden gekregen, die werden dus ingetrokken door de Staten van Holland en Zeeland. En in 1956, wat Herman net zei, is eigenlijk de loge ontstaan, l'Union Royale, als een verbinding tussen twee loges. Maar ik herken dat wel, maar dat ging dus... In feite hebben wij dus last gehad van het feit dat er in Nederland een strijd was tussen patriotten en tussen... Nou, ik weet het eigenlijk niet meer. Oké, dat wilde ik gewoon even toevoegen. Ja, oké, dat is goed. Ik denk dat we kunnen afsluiten. Ik bedank Herman voor de mooie lezing. Zeer interessant. Hij heeft heel veel dingen opgeroepen die waarschijnlijk ook in nieuwe lezingen kunnen uitgroeien. Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. En ik wens jullie allemaal een heel fijne zondag toe. En hopelijk tot binnen een paar weken, want dan is er een nieuwe lezing. Iedereen... Ja, dat is voor mij hetzelfde. En dank u wel. Ja. Dag. Ja, dag. Oké. Herman, bedankt.